Het gemaal Marconi in Schiedam-Oost is een van de twee gemeentelijke rioolgemalen in Schiedam. Onlangs werden drie pompen in het gemaal vervangen. Loek TV vroeg aan beheerder Marcel Peters naar de reden van de vervanging van de pompen en naar de geschiedenis en de functie van het gemaal. Het gemaal, het is het eerste gemaal in Schiedam, het grote gemaal. Het staat vanaf 1950. En ja, de rest van de geschiedenis met aanpassingen en modernisering staat het er nog steeds. Het gemaal heeft de functie om Schiedam het rioolwater af te voeren naar de zuivering in Vlaardingen. Voor het centrum, het gedeelte van het centrum van Schiedam. En nou heb ik begrepen dat als het heel erg hard regent, het niet alleen rioolwater wordt weggepompt, maar ook zoals ze dat noemen hemelwater. Ja, dat komt omdat de riolen werden vroeger gebouwd en daar viel ook het hemelwater in. En bij hevige regenvallen vanaf de straat en alles loopt het er ook in. Ja, dan krijg je wat meer water als alleen het rioolwater, zeg maar. En al dat regenwater gaat ook naar de afvalwaterzuivering? In het begin zo wel, totdat de capaciteit van het gemaal ophoudt. En dan gaan we het overstorten in de Maas. En bij nog erger evenval, dan storten we het over in de Lange Haven. Dan hebben we een splitsing en dan gaat het beide kanten uit. Er staan zes pompen, drie oudere en drie nieuwe. Nee, geen drie nieuwere en drie oudere. Die oudere zijn de grote pompen, dat zijn de overstortpompen. Die hebben meer capaciteit dan de kleintjes. De nieuwe pompen zijn eigenlijk voor het huisvuilwater, afvalwater, naar de zuivering te pompen. En de grote pompen, die andere drie, die zijn echt voor de overstort neergezet, zeg maar. En die kleine pompen zijn, die nieuwe pompen zijn onlangs geplaatst. Waarom moesten ze vernieuwd worden? Door de slijtage en moderne techniek zuinigen, andere soorten waaiers. En de vervuiling, de sterke vervuiling vanuit het riool. Wat er mee komt met de wc doorspoelen, dat waren de oude pompen niet meer opgebouwd, zeg maar. De drie andere pompen, die staan er al sinds 1950? Ja, klopt. Die staan er echt sinds 1950 en die zijn nog niet veranderd. Misschien in de toekomst, maar ze voldoen nu nog aan de verwachtingen. De pompen zijn vernieuwd, onder andere omdat er zoveel vervuiling in het rioolwater zit. Vertel daar eens wat meer over. Ja, de mensen zijn wat makkelijker geworden. Ik vroeg, werd er alleen de wc met je ontlasting doorgetrokken. Maar we hebben nu billendoekjes, wc-eentjes. Je kan er zo gek niet op noemen of het komt in het riool terecht. En ja, daar hebben de pompen toch wel moeite mee. En dat kost ontiegelijk veel geld om dat te verpompen. Maar dat is niet alleen hier, dat is eigenlijk het landbreed dat probleem. Dus ja, eigenlijk niks doortrekken, dat is het advies. Emmetje ernaast en gooi daar die doekjes in. Dat soort dingen. Dus die billendoekjes moeten eigenlijk in de vuilnisbak? Ja, eigenlijk ook wel. Ja. Want het staat ook op de verpakking dat je ze niet door mag trekken. Maar ja, niemand schijnt ernaar te kijken. En ja, het wordt alleen maar kostbaarder om het weg te pompen. En je reinigingsrecht en zo. Ja, dat wordt alleen maar meer dadelijk als iedereen dit blijft doen. En sowieso het onderhoud van de riool, dat gaat om miljoenen en miljoenen natuurlijk. En met dit soort dingen wordt dat nog veel duurder. Dat betekent, zoals je zegt, ook dat de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, omhoog zal gaan. Dat zal het gevolg zijn als je steeds meer onderhoud moet gaan plegen en meer storingen krijgt en pompen moet gaan vervangen omdat ze het medium niet meer kunnen verpompen. Zal dat het gevolg zijn, want ja, de vervuiler betaalt, zeg maar.